Doorspringen, want ja, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren beleven. Ik denk, het is een sprong, een spring en, ja, en dan. Dus wat gaat er dan verder na die sprong? Maar aan de andere kant, ja, ik hou wel van het Engelse land. Dan heb ik spring, dat is het voorjaar. En het voorjaar, nou, dat sluit aan bij wat Monique ook zei, dat is een nieuwe start, nieuwe tijden. Nou, en misschien zitten we nu wel in de tijd voorafgaand aan die nieuwe tijden. Nou, en hoe zien dan de nieuwe tijden eruit? Mijn stelling is, de adviseur als ZZP'er heeft geen toekomst. Want wat zie ik buiten gebeuren? Dat zien jullie ongetwijfeld ook. Buiten stormt het nogal. Het is druk. Er is crisis buiten. De vraag die neemt af. Prijzen staan onder druk. Maar aan de andere kant zien we ook het aantal ZZP'ers, het aantal adviseurs en het aantal concurrenten toenemen. En dan ook zien we dat de vragen die ons gesteld worden eigenlijk steeds kritischer worden gevolgd. Er wordt meer van ons verwacht, en terecht. Maar dat vraagt dus nogal wat op het moment dat wij continu die meerwaarde willen leveren. De complexiteit neemt toe. Er vinden allerlei samenwerkingsverbanden plaats. Vanzelfsprekendheden zijn geen vanzelfsprekendheid meer. En dus ook een ander type vragen die gaat ontstaan. Grotere complexiteit vraagt dus ook een andere manier van behandeling van die vragen. En mijn stelling is, als zelfstandig professional ben je niet meer in staat om dat in je eentje te kunnen doen. We moeten dus als zelfstandige professionals de sprong maken om anderen erbij te vinden. Om ons te verbinden aan anderen en daar zelf onderdeel van uit te maken. Kortom, de sprong van ZP'er naar VP'er, de verbonden professional. Maar wat vraagt die sprong? Het allerbelangrijkste, die sprong vraagt om keuzes te maken. Waar sta jij voor? Maak een helder profiel, daar ben ik goed in. Daar kan ik de meerwaarde bieden voor mijn klant. Dat betekent ook dat je een aantal andere dingen, anderen nodig hebt, die complementair zijn. Je kunt je verbinden met externe collega's, maar ook met collega's vanuit de klantorganisatie, om als adviesteam samen klantvragen op te lossen. Nou, vanuit die verbondenheid komen dus de complexere vraagstukken die komen als het ware alsnog tot hun recht, maar niet met de ZP'ers, maar de verbonden professionals. Dank u wel.